Na de woon- en huishoudbeurs zullen de exposanten nog zichtbaar zijn via een applicatie genaamd Exposuur. Dit zegt Wiraj Gangaram Pandey, voorzitter van Stichting Welzorg Suriname. Na 3 jaar is de 10e editie van de bouw- en woonbeurs gisteren geopend. De ondernemer stelt dat alle bedrijven en organisaties en de exposanten straks digitaal terug te zien zullen zijn. We hebben inderdaad 3 jaar stilgezeten, net als Oranje het zei. Maar ik denk dat iedereen weet dat er een stop was aan evenementen in verband met de COVID-pandemie. En daarna hadden we dan nog de naweeën ervan. En voor ons hier ook nog een zeer beroerde economische situatie vanaf toen in het land. En daarbovenop nog heb je allerlei andere tegenwerkingen, ondernemers, of laat me het anders zeggen, organisaties die ook niet blij zijn dat we hier staan. Maar goed, al met al, we hebben met veel vertrouwen van de exposanten, vertrouwen die we jarenlang hebben opgebouwd, en door onze steuning van de exposanten, staan we toch nog hier vandaag. Door de applicatie kan het publiek nog aan alle informatie komen of de ondernemers in de bouw-, woon- en huishoudsector contacten. Gangaram Pandey geeft aan dat iedereen die wil gaan bouwen, verbouwen of renoveren en de beurs niet kan bezoeken, ook aan haar trekken kan komen.